Nou, we zijn vandaag bij Café de Tros. We gaan eens even kijken wat een fantastische Feyenoord spullen ze hier hebben. Beetje donker hier. Een stroomstoringie. Serieus? Ja, je kan er ook niks aan doen. Ik zie wel gewoon douwen op de tap. Nou, er zit gewoon door bier op, maar die doet het nog. Oké, dus ja, het belangrijkste is gewoon, is er gewoon jij en het bier? Die hebben kennis van gemaakt, Roertje. Hij heeft daar alles van geschilderd, al die gezichten. Van oude Feyenoorders. Ik zit er zelf ook tussen. Nou, die gaan we eens even, gaan we er even heen. Deze, dat ben ik. Ja, ik mis alleen die rode vlek op je gezicht, maar voor de rest lijkt hij wel heel goed. Dat is mijn handtekening. En Thomasson, je hebt ook Aristie en je... Zijn handtekening gezet, die zat hier op het pleintje, zat hij koffie te drinken met zijn vrouwtje. En toen ben ik bij ze vragen van, zou je een handtekeningetje willen zetten? Ja, geen probleem, maar was gelijk, gelijk een handtekening gezet. Nou, dat is een leuke dingen, toch? Zulke kaartjes maken ze niet meer, die mooie dingen. Nee, die zijn er niet meer. Het is allemaal van digitaal. Witte, van die witte troep op tegenwoordig A4'tje. A4'tjes. Ja, dan heb je je kaartje. Nou, het is niet leuk. Piet is weer aan het werk, dus zijn vrouw Boukje en ik doen maar een wijntje, want tenslotte zitten drie al in de klok. Vind je ook niet? Ik dacht het wel, ja. Hé, hey, proost hè. Op een goed seizoen. Gaat wel lukken met Feyenoord, toch? Nou, laten we dat hopen.